bij een Italiaanse arts. Reisorganisatie Corendon heeft daar 8 toeristen zitten. Ze wilden erop uit. Vakantie, een mooie dag. Maar vandaag liep het anders op Tenerife. Hotelpersoneel met mondkapjes en een verbod om naar buiten te gaan. Geen toeristenbusjes, maar politieauto's voor de deur. Om erop toe te zien dat niemand aan de quarantaine zou ontsnappen. We've had breakfast normally. We were originally told to go back to our rooms after breakfast, but we haven't done so, and everybody else seems to be talking around in reception as normal. But unfortunately, nobody has any more information yet, and they're all waiting for the health authorities. Ja, Steven van der Heijden, de CEO van Corendon. 8 mensen die met u op vakantie zijn, die zitten daar. Wanneer hoorde u dat uw mensen getroffen zijn? Nou, gisteravond hoorden we van de besmetting op Tenerife in het algemeen. Vanochtend vroeg begrepen we dat het ging om mensen in dit betreffende hotel. Eigenlijk pas vanochtend vroeg. Wat voor hotel is het? Is het erg dat je daar niet naar buiten mag? Nou, normaliter niet. Maar als je er niet uit mag, dan verandert dat natuurlijk. Maar het is wel een hele luxe gevangenis, om het zo maar eens te zeggen. Het is een groot hotel, enorm terrein, veel zwembaden, grote kamers, veel faciliteiten. Dus op zich zou je er graag willen verblijven. Maar als je vandaag naar huis had gewild en je kan niet, dan ligt het natuurlijk een beetje anders. Want moet je nu 2 weken blijven? Staat dat vast? Nou, dat staat vast zolang de Spaanse autoriteiten dat vinden. En daar gaan we niet over. Het hotel is in quarantaine geplaatst door de Spaanse gezondheidsautoriteiten. En ja, die bepalen hoe lang dat gaat duren. Maar de standaardtermijn is 2 weken, dus mensen zullen er 2 weken moeten blijven. Ja, en uw cliënten gaan dan met u bellen. Ik moet hier weg, ik moet weer werken. Ja, dat is zo, maar het is toch een beetje anders dan op het moment dat jouw vliegtuig niet komt omdat het pech heeft. Want dit is iets waarvan het volstrekt duidelijk is dat wij er niks aan kunnen doen en dat anderen er ook niks aan kunnen doen. Dus we hebben vandaag contact gehad met alle gasten en constateren dat ze zich over het algemeen een beetje gelaten gedragen. En ook steeds meer proberen om er maar het beste van te maken. Want uw cliënten, hoe lang zitten die er al? Sommigen een week, 10 dagen. De meeste zouden of vandaag of in de loop van komende week weer terugvliegen naar Nederland of naar België. Oké, dus die zitten echt wel. Je wilde eigenlijk weg en dat gaat dan nu voorlopig even niet. Ja, de Nederlanders, de 2 Nederlanders die er zitten, die zouden eigenlijk vandaag terugreizen. En die hoorden dus vanmorgen vroeg dat niet doorging. En dat dat ze het hotel niet mochten verlaten. En dat hun vakantie dus noodgedwongen 2 weken wordt verlengd. Ja. En zij zitten gewoon op hun kamer. Nee, dat zou je verwachten. Ook naar analogie van het cruiseschip bijvoorbeeld, wat in quarantaine is geplaatst, waar mensen op hun hut moesten blijven. Dat is natuurlijk minder prettig, een kleine hut. Maar hier is wel de mensen geadviseerd om op hun kamer te blijven. Maar de praktijk was toch heel anders, want iedereen zat vandaag aan het zwembad, in het restaurant, aan de bar. Dus ze maken er gewoon een echte vakantie van. Ik denk eigenlijk dat binnen een paar dagen het business as usual is. Tenzij de autoriteiten alsnog mensen gaan verplichten om op hun kamer te blijven. Maar ik weet niet hoe dat virus technisch zit, maar dat zullen we ongetwijfeld van de heer Osterhaus gaan doen. Dus deze mensen die mogen gewoon in het zwembad duiken? Ja, en dat doen ze ook massaal. Dat maakt het natuurlijk wel het verblijf wel een beetje prettiger. Ja. Het is natuurlijk wel klein leed. Hè. We hebben bijvoorbeeld de mensen die nu terug zouden gaan, die hadden geen medicijnen meer. Dus dat kan je dan nog wel voor ze regelen. Maar verder kunnen we eigenlijk vrij weinig voor ze doen. Ja. Ja. Meneer Osterhaus, u bent viroloog. Mm-hmm. Hoe gaan ze hiermee om? Dat is een beetje moeilijk te beoordelen. Tenminste, ik weet niet precies wat er speelt en hoe het zit met de besmetting, waar die meneer die besmet was geweest is en of het zinnig is om alle mensen in hun kamer op te sluiten. Over het algemeen ga je ervan uit, als je quarantaine toepast, dat je de mensen dus wel isoleert in principe. Wat ik nu hoor is dus niet echt isolatie. En het zou kunnen betekenen dat als het virus eventueel andere mensen aangestoken heeft, dat er toch een zeker risico zou kunnen bestaan dat het toch wat verder zou gaan. Maar ik kan het niet helemaal beoordelen, omdat ik niet weet wat er precies allemaal gespeeld heeft. Nou, en dat die quarantaine daardoor misschien zou moeten worden verlengd. Inderdaad, als er nieuwe gevallen komen, dan ga je weer vanaf nul rekenen. Dat was weer 14 dagen. Ja. Nou. Ja, en ik weet niet precies wat de situatie is en waar die meneer geweest is, met wie die contact gehad heeft. Ja. Dat zal uitgebreid bevraagd zijn. En hoe dat verder zit, ik denk dat we daar op dit moment heel weinig over kunnen zeggen. Maar mensen daar, die zijn natuurlijk afhankelijk van de Spaanse autoriteiten. Dus die moet je vertrouwen. Ja, wij hebben verder niets meer te zeggen over onze gasten. Het is echt de Spaanse autoriteit die bepaalt wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. En zij staan toe dat de mensen gewoon van hun kamer afgaan. En daar kunnen wij
ik zelf helemaal niks van vinden. Hmm. Maar nogmaals, voor die mensen is het wel een heel stuk prettiger dan op hun kamer. Dat kan, ja. Meneer Osterhuis, vlak voor deze uitzending kwam het bericht binnen dat het coronavirus nu ook is aangetroffen in de grensregio Limburg. Ik hoorde net op mijn oortje op 20 kilometer van Nederland, in Duitsland. Verbaast dat u? Nee, dat verbaast me niet. Ik denk dat het alleszins redelijk is om te verwachten dat we het ook in Nederland zullen krijgen. En ook al zo snel dan? Nou, snel. Ik denk dat we tot nu toe dat we eigenlijk geluk gehad hebben dat er nog überhaupt geen geval is geweest. Mm-hmm. Als je de lijst hoort van de Europese landen waar het virus inmiddels gevonden is, ja, en de contacten die we hebben en ons reisgedrag, dan had je kunnen verwachten dat er al één of enkele gevallen geweest zouden zijn. Dat het niet gebeurd is. Ik denk dat we daar gelukkig mee kunnen zijn. En dat alle maatregelen die op dit moment genomen worden, dat die in de goede richting gaan. Maar of we het buiten kunnen houden, ik denk dat niet zo erg waarschijnlijk is als we zien wat er in Duitsland gebeurt, wat er in al die andere landen die net opgesomd zijn, gebeurd is inmiddels. U komt vandaag uit Duitsland, ja. Hè? U bent daar onderzoek aan het doen. Ja. Bent u komen rijden of bent u komen vliegen? Nee, ik ben met de auto gekomen, ja. Is dat bewust omdat u niet wil vliegen? Nee, ik probeerde op het vliegtuig te komen, maar het zat vol. Dus ik moest met de auto komen. Oké, dus kunnen wij hieruit opmaken dat u zich geen zorgen maakt? Nou, geen zorgen, dat wil ik niet zeggen. Het is natuurlijk een nieuwe virusinfectie die zich nou begint uit te breiden. Ja, dat heeft grote problemen in China gegeven. Het geeft nu problemen in Europa van allerlei kanten. Mm. En ik denk dat we ons daar wel zorgen over moeten maken. Met name als we zien wat de risicogroepen zijn. Met name oudere mensen. Inmiddels ben ik ook geen 18 meer. Ja, dus ik maak me daar ook wel enige zorgen over. Oudere mannen vooral, hoorde ik. Ja, dat is meer dan vrouwen en kinderen? Ja, of dat te maken heeft met de gevoeligheid of het gedrag, dat weten we niet helemaal. Bij andere coronavirussen is dat ook wel gevonden. Maar als je zegt, maak je er zorgen over? Ik denk, natuurlijk moet je daar zorgen over maken. Want je krijgt een nieuwe virusinfectie die zich begint te verspreiden en mogelijkerwijs over de hele wereld. En dat betekent dus dat de slachtoffers gaan vallen. En nou, aan de ene kant is dat ernstig. En daar moet je je dus echt zorgen over maken. En ik denk dat alle maatregelen die we op dit moment kunnen nemen, dat we die ook moeten nemen. Maar ik denk dat we het ook, als we daarnaast kijken hoeveel mensen er elk jaar bijvoorbeeld aan influenza, aan griep doodgaan, eigenlijk in dezelfde risicogroepen, dan spreken we toch wereldwijd van 250.000. Ja, dus dat zijn enorme aantallen. En daar praten we eigenlijk niet over. Dus er speelt veel meer. Er zijn veel meer infecties, veel meer verkoudheidinfecties. Dit is een nieuwe infectie, dus dat geeft extra problemen. Zoals de grieppandemie die we gezien hebben. Dit kun je er niet helemaal mee vergelijken, omdat het met name de oudere mensen zijn die hier onder te lijden hebben, terwijl bij de laatste grieppandemie waren het veel jongere mensen. Dus ik denk op zich dat het iets is waar we ons wel degelijk zorgen over moeten maken. En wat het allerbelangrijkste is, dat we ons zodanig op voorbereiden dat als het hier komt, dat we het, zeg maar, de verspreiding van het virus zodanig terugdringen dat we onze ziekenhuiscapaciteit en alles wat we kunnen doen, dat we dat ook beginnen uit te spreiden. Hm. Ja, en dat we dat niet allemaal als een hele grote berg op één moment krijgen, want dan krijgen we natuurlijk problemen. Terwijl als we het kunnen uitspreiden, ja, en mogelijkerwijs zelfs tot in de lente en begin van de zomer, want het zou wel eens zo kunnen zijn dat het virus zich dan minder ernstig verspreidt. Ja, want we weten dat van andere verkoudheidvirussen, en er zijn een aantal coronavirussen die ook verkoudheidvirus zijn. Die houden niet van de lente? Die houden, nou, in ieder geval niet van de zomer. Niet van de zomer. Dat geldt ook voor griep. Ja. Dus al die luchtwegklachten die we zien, die zien we eigenlijk altijd in de winter. Ja. Die zie je niet in de zomer. Dus het kan best zijn, om allerlei redenen, dat dit toch een remmende werking heeft op de verspreiding van het virus, waardoor de hele piek zou worden afgevlakt. Meneer Van Heijden, u bent ook een oudere man, als ik dat mag zeggen. Dank. Maakt u zich zorgen? Nou, persoonlijk niet. Commercieel gezien wel een beetje. Want ja, kijk, op het moment dat zo'n besmetting zich over de hele wereld verspreidt, zullen mensen wat minder de neiging om op vakantie te gaan. Ja, precies. Dus, maar dat is een economische zorg. Nee, maar persoonlijk maak ik me er geen zorgen over. Nee. Ik mag dan wel wat ouder zijn, maar nog redelijk goede shape. Dus ik ga ervan uit dat ik het wel over. En als het niet zo is mijn tijd gekomen. Precies. Wende, ben jij bezorgd? Geen oudere man? Dat helpt? Nee. Even nadenken. Gewoon niet. Nee. Stien, jij? Ik ook niet. Ook niet. En ook niet als je hoort van na 20 kilometer van Roermond. Ja, jullie zijn optredende artiesten. Nee, ik ben er niet zo. Nee, maar ik vind het wel spannend, maar niet heel erg. Hmm. Okay. Hella, de beurs die doet niet goed. Is dat een verrassing voor jou? Die stort echt een beetje die in. Die zijn wel geschrokken. Ja. Nou ja, die zien het nu wel toch dan naar Europa komen. Dus de beurs is gisteren bijna 4% gedaald. En vandaag ging er ook weer 1,8% af. Omdat iedereen een beetje dacht, nou ja, we zullen waarschijnlijk in dat eerste kwartaal het wel een beetje gaan voelen. Maar dan daarna komt het misschien allemaal wel weer goed. Het blijft beperkt tot China. En nu we toch al die gevallen in Europa zien, denken we, oh jeetje, dan worden misschien ook gewoon onze economieën hier geraakt. Ja, het vertrouwen op de beurs is een beetje weg.
dat vertrouwen op de beurs is op dit moment een beetje weg. Maar ik wil er wel bij zeggen dat ik dat altijd heel moeilijk te lezen vond. Want begin dit jaar heeft Trump een bom gegooid op een Iraanse generaal. Oh ja, waren we ook even dat lijkt alweer heel lang geleden. Toen dachten we ook, er gaat misschien een derde wereldoorlog uitbreken. Gingen de beurzen ook even goed naar beneden. Maar de dagen daarna herstelt zich dat wel weer. Maar we hebben er nog niet helemaal grip op. Ja, dat blijft natuurlijk elke keer maar de vraag van hoe ernstig is het? Hoe lang blijft dit aan? Ja, allerlei bedrijven die maken zich wel zorgen over hun schappen, heb ik me laten vertellen. Coolblue, de HEMA, de Blokker. Gaan we een tijd tegemoet waarin we lege schappen zien in de Nederlandse winkels? Nee, dat denk ik eigenlijk niet meteen. We hebben morgen wel een verhaal in de krant dat de havens in China weer een beetje op gang komen. Dus Action ziet alweer zijn spulletjes ingeladen worden. Maar het duurt gewoon een beetje, omdat en de fabrieken stil hebben gelegen en er is een groot logistiek probleem. Dus ook de vrachtwagenchauffeurs hebben in quarantaine moeten zitten. Dus al gaat die fabriek draaien, dan is die vrachtwagenchauffeur nog niet eens op zijn trucje om weer naar de haven te rijden. Ik vertel het maar eventjes een beetje zo simpel als het dan is. Maar de ondernemers die wij daar spreken, die zeggen oké, we zien wel weer bedrijvigheid in de stad. We zien weer verkeer op de weg. De containertjes worden weer een beetje ingeladen. Nou, maar ik zag toch in het journaal vandaag een reportage volgens mij van Apple. Die hadden allemaal lege schappen in de voorraad. AMAC. Ja, nee, zeker. Nou, de elektronica sector is inderdaad wel. Dat is een van de producten die wij veel uit China halen. En daar horen wij nu ook verhalen van Coolblue, hè, die nu ook heeft gezegd, doe maar even geen advertenties. Ja, de vraag is dan uiteindelijk, heb je echt helemaal lege schappen? Er zijn heel veel bedrijven die hebben natuurlijk wel ook voor Chinees nieuwjaar. Alle bedrijven weten, Chinees nieuwjaar gaat de boel gewoon plat. Ja, dus ook een beetje van hoe hebben alle bedrijven ingekocht. Maar dat is ook wel een beetje hoe we nu zaken doen met elkaar. Niemand wil meer veel voorraden, want dat kost dan is allemaal weer risico. Ja. Dus, als je op je nieuwe iPhone zit te wachten. Ja, dan je nieuwe iPhone is misschien wel een dingetje. Ja, ik hoop dat we het kunnen overleven. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met speelgoed? Want ik heb een kind van 3 en ik moet toegeven, ik bestel echt heel veel speelgoed. En dan lees je dat 85% van al het speelgoed in de wereld komt uit China. Ja, jij bestelt dus plastic meuk en geen duurzaam lokaal gebruik. Nee, ik heb heel lang aan duurzame houten blokken gedaan, maar ze is 3 en dat wil ook plastic Barbies en dingen. Fantastisch. Ja, nee, zeker. Nee, maar speelgoed, dat weten we denk ik allemaal, is echt wel een van de producten die van China naar ons toe komt. Maar er zijn al snel weer, kijk, het is niet dat heel China plat ligt natuurlijk. Zo is het ook weer niet. Er zijn ook fabrieken die nog wel draaien. Of het komt misschien uit Vietnam. Nou, weet ik niet precies wat nou de grote productielocaties voor speelgoed zijn. Maar ze proberen het dan natuurlijk gewoon uit andere fabrieken te halen. Dus ja, of je die Barbie nog kunt bestellen. Nou, ze wordt binnenkort 4, maar ik hoef niet voor de Intertoys te gaan liggen. Ja, ik ben altijd heel nuchter. Maar ja, misschien ben ik te optimistisch. Er zijn al mensen die nu mondkapjes bestellen en andere producten. Dus als je zeker wil zijn, dan moet je dat wel doen. Ja, precies. Even nog, jij liet mij vlak voor de uitzending een advertentie zien. We zullen niet zeggen welk bedrijf, maar die bood mondkapjes aan. En allerlei artikelen van 120 euro. Hier staat 105. Ja, ik moet daar wel een beetje om lachen. Omdat er worden dus ondernemers geraakt. Hè, dat mogen duidelijk zijn. Als je nu geen Chinese toerist hebt in Giethoorn, heb je echt een vervelend jaar. Hmm. Maar dit is dus een ondernemer, die heeft echt een heel mooi, volg de WHO-richtlijn voor coronavirus, €105. Nou, ik weet zeker, als je naar de bouw... Oh, dan mag je geen naam noemen. Naar een andere winkel gaat, als je naar een bouwwinkel gaat, dan heb je die mondkapjes echt voor een paar euro. Dus ja, daar moet ik dan ook wel weer een beetje om lachen. Maar geef dus wel aan, als je nu intikt coronavirus, en dan komen allemaal al de producten oppoppen die je hopelijk kunnen beschermen. Ja, meneer dus Ostraus, is dit misbruik maken van de situatie? Ja, wellicht. Maar ja, ik denk dat de grote vraag op het ogenblik is, hoe gaat dat virus de wereld rond? En hoe lang gaat dit nog duren? Ook als je kijkt naar de economische toestand. Wat gaat er nou precies allemaal gebeuren? En wat is het meest waarschijnlijke scenario? Wat is het meest waarschijnlijke scenario? Ja, dat weet dus niemand. Dat is een beetje maar we willen dat zo graag weten. Wat denkt u? U heeft heel veel ervaring. Nou, ik denk dat als we kijken naar wat er in Nederland, Europa zou kunnen gebeuren. Even voor de duidelijkheid, we hebben het virus nog niet in Nederland. Maar 20 kilometer nog. Ja. Maar goed, ik denk dat het uiteindelijk dat als virus toch wel ook in Nederland gaat spelen, dat we een tijd lang zeg maar, het kunnen uitstellen met alle maatregelen die er genomen worden in Nederland. Zal toch blijken dat je toch wat voor je uit kunt schuiven allemaal. En dat je dus ook de patiënten die er komen, dat je die kunt behandelen. En even voor de duidelijkheid, we hebben een vergrijzende populatie. Ja. Dus ik ben niet de enige die al wat ouder is. Maar als je zegt, maken we ons zorgen? Ik denk dat we ons daar wel zorgen over moeten maken, dat we dat aankunnen. Ja. En ik denk als we kijken welke mensen
mensen daar komen te overlijden, dan zijn dat voornamelijk de veel oudere mensen. Maar ook mensen die een slecht functionerend immuunsysteem hebben. Even naar dat plaatje van net. Is dat misbruik maken van de situatie? Of zegt u van, nou, ik zou het maar kopen als ik jou was? Nee, dit zou ik niet kopen, nee. En even voor de duidelijkheid, die mondkapjes, dat staat natuurlijk heel erg ter discussie, sowieso. Dus handhygiëne en zo, dat is belangrijk. En algemene hygiëne is belangrijk. Die mondkapjes, daar is bijvoorbeeld bij de vogelgriep hebben we gezien dat mensen met mondkapjes die gebruikten, dat die over het algemeen meer risico liepen, omdat ze dingen opdeden, afdeden, hun handen niet wasten en in hun ogen wreven. Nou, kan je wel bijvoorbeeld, moet je beter voor je gezondheid zorgen dat je weerbaarder bent, dus dat moet je meer groente en fruit gaan eten? Ja, die vraag werd gisteren ook hier gesteld. Het kan nooit kwaad. En ik denk dat je inderdaad moet zorgen voor een goede gezondheid. Maar dat heeft op een gegeven moment de gezondheid van de Nederlanders in zijn algemeenheid, als ze geen rare eetpatronen hebben, is over het algemeen vrij goed. Dus je moet wel zorgen dat je in goede conditie bent, dat je voldoende slaapt. Nou, al die dingen, dat weten we allemaal wel. Mm-hmm. Maar dan nog, ja, dit virus hebben we niet eerder gezien. Dat betekent dus, als je tegen dat virus aanloopt, of dat virus komt bij je binnen, ja, dan heb je een grote kans, omdat je er nog helemaal geen afweer tegen hebt. Of vrijwel geen afweer. Ja, maar zijn het niet gewend? Het lichaam is het niet gewend. Nee, we hebben dus nog geen immuunrespons tegen dit virus opgebouwd. En waarschijnlijk is het zo, als het virus eenmaal de wereld rondgegaan zou zijn, ja, dat eigenlijk het grootste deel van de mensen daar afweer tegen heeft. Wanneer is dat? Nou, dat gaat, zo'n epidemie die gaat lopen. En als die voorbij is, het hangt er een beetje vanaf wat het percentage is van de mensen die geïnfecteerd raakt. Er zijn voorspellingen gedaan door andere wijze mensen. Die hebben gezegd van 40-70% in de eerste golf zal wel besmet raken. Mm-hmm. We weten op het ogenblik nog helemaal niet hoeveel mensen de infectie gezien hebben. Mm-hmm. Misschien zien we alleen maar het topje van de ijsberg, de mensen die echt ziek worden. Maar het kan best zo zijn dat er ook mensen zijn die veel minder ziek worden. Okay. En met name jonge mensen, daar zien we dus dat die ook minder gevoelig zijn. Dat zou kunnen betekenen dat die, omdat ze andere coronavirussen gezien hebben, dat die daardoor al wat minder gevoelig zijn. Ja, omdat het kruisimmuniteit weerbaar. Meneer Van Heijden, maakt u zich zorgen over de zomer? Gaan mensen ineens niet meer op vakantie of naar andere plekken op vakantie? Ja. Nou, tot nu toe zagen we eigenlijk weinig effect op de boekingen. Je ziet wel dat als besmetting in een bepaald land wordt geconstateerd, dat mensen dan wat minder boeken voor dat land. We zagen de afgelopen dagen wat minder Italië-boekingen. We zagen vandaag niet zoveel Tenerife-boekingen. Maar inderdaad niet zo vreemd. Maar het voordeel van onze sector is natuurlijk toch dat mensen niet altijd specifiek naar een bepaald land willen, maar die willen gewoon lekker weg in de zomer. Dus dan is er voorlopig nog keus genoeg. Het wordt een ander verhaal natuurlijk als het virus overal is, maar dan is het ook in Nederland. Dus in die zin zal het dan niet zoveel meer uitmaken. Nee, u maakt zich geen grote zorgen over de komende. Zorgen. Nee, maar ik maak me wel zorgen over de gekte die ermee gepaard gaat en het gedrag dat kan opleveren. Oké, rustig blijven allemaal. De prijs van paniek is eigenlijk heel moeilijk te duiden. Dus je kunt echt wel zeggen van, hoeveel containertjes gaan er niet meer over en hoeveel vluchten gaan er niet meer. Maar als mensen echt heel onrustig worden en hoe ze dan zich gaan gedragen, dat is moeilijk te stellen. Maar dat moeten we niet doen, toch? We moeten het niet bagatelliseren. Ja? Dus ik denk dat we niet moeten zeggen van, nou ja, het is een griepje en het gaat wel over. Ik denk dat het een nieuwe infectie is waar bepaalde mensen extra gevoelig voor zijn. En daar, als het echt zich gaat spreiden, dan zullen mensen komen te overlijden. Okay. En onze ziekenhuizen zijn er goed op ingericht. We hebben tijdens de laatste pandemie hebben we gezien dat we dit in principe aan moeten kunnen. Ja. Als we het maar een beetje voor ons uitschuiven en kunnen verspreiden. Oké, okay. Helder. Dank voor nu. Een schok was het toen Joost Zwageman op 8